la moulette, vingt Panam. Intouchable comme Verratti ou Mota. J'suis seul raté, t'es sur le bon touche. Afro trap à marquer, donc ça coule ma gros. File mon chèque. Goedemorgen allemaal en welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik heb het net klaargemaakt, het is nu 8 uur precies. En ik word zo meteen opgehaald door Vief, want we gaan naar Almere, naar Fashion Dome. Dat is één keer in het half jaar, geloof ik. En dan heb je daar een sample sale van Hugo Boss, Armani, een beetje dat soort merken. Ik heb jullie trouwens het bed nog niet echt goed laten zien. Zo ziet hij eruit. Dan hebben we hier ook datzelfde als daar. Dat hoofdbord hebben we ook voetenbord genomen. Ik ben er niet helemaal over uit. Ik vind dit niet helemaal mooi, dit dekbedovertrek met die muur. Maar goed, voor nu laat ik het gewoon even zo. We hebben wel ook een paar andere gekocht, dus die staan vast wel leuker erop. Daar gaan we dus heen. Ik heb het klaargemaakt. Ik heb het volgende aan. Ik heb aan deze trui. Die is van Adidas met zo'n hoge kool. En een broek van de Bershka. En nog geen schoentjes. We zijn al een half uur in de file of zo. Het duurt echt lang. Vette jams. Oké, we doen een snelle Q&A met jullie. Hoe lang kennen wij elkaar? Vanaf 1, 2, 3. Je moet nu antwoord geven. 1, 2, 3. 20 jaar. 20 jaar, ja. Zou ik ook zeggen. Ja. 20 jaar. Wat is mijn grootste wens? Wat is jouw grootste wens? Ja. Een Chanel tas. Ja. Ja. Dat weet ik wel. Wat is mijn grootste wens? God. Ik denk dat jij hebt heel veel grote wensen, denk ik. Oh. Maar, hij is heel makkelijk. Je weet hem ook echt. Ja. Ik denk kind. Ja. Mama worden. Welke kleur had mijn scooter vroeger? Oranje. Met wit. Nee. Zo'n Mio had je toch? Nee, dat Femke. Huh? Welke was van jou dan? Ik had een lichtblauwe. Weet je nog? En toen hadden we één keer... Hadden we, City of zo. Ja, dat zo super snelle. En toen hadden we één keer waren tussen die paaltjes blijven. We gingen altijd met z'n drie op die scooter. Weet je wel? Dat één keer met Cynthia. Ja, ook met dat filmpje van Lotte. Nee, dat filmpje van Lotte. En die, weet je nog dat we... Dat we in die lift gingen bij het station. Ja. Met scooter in de lift, ja. Even denken. Wat is mijn lievelingseten? Heel heet, sowieso. Jij eet altijd heet. Ja. Ik denk... Ja, ik heb niet echt een lievelingseten. Nee, misschien een lievelingskeuken dan. Mm. Ik denk Surinaams, Antilliaans, zoiets of zo. Ja. En jouw, denk ik... Lastig, maar ik denk ook een beetje die richting. En dan misschien ook een beetje Italiaans of zo. Welke dag ben ik jarig? Kijk, dit zijn die vragen, hè? Ik haal hem altijd door de war, Roos. Het is of 10 november of 11 november. 10 november, je had het goed. Ik haal hem altijd door, maar dat kwam omdat we vroeger altijd... Jij 30. Nee. 31. Ik wist het ook. Maar dat kan, wel. Het beste er even of zo wist. Ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Voor zover jullie het goed kunnen zien. Het ligt op bed. Mijn vriend is heel vervelend vandaag. Ik heb deze body gekocht. Helemaal van Kant. Van Donna Karen. Dit badpak. Die is echt heel erg leuk. Maar die past niet. Mijn billen passen er niet in. Ik heb deze BH's gekocht. Deze is van Wonderbra. Deze van Maidenform. Deze is echt super zacht trouwens. En deze ook van Wonderbra. En ik heb dit jurkje gekocht. Die is van Oro Blue. En om eerlijk te zijn, ik heb deze gekocht, maar ik weet niet helemaal of ik het super mooi vind staan. Ik heb daar niet gepast, maar dit is allemaal echt helemaal goed. Alleen die dus niet. We gaan even een nieuwe sloffen aan het scoren. Ik heb nou konijnen aan.
Ja, maar deze zijn te groot, dus hebben we mijn maat niet. En deze is ook wel grappig. Ik hoef niet hele fouten. Ze zijn bij de Van Haren. Neem jij die honden dan? Wat voor honden? Deze, die lijken net opgegeten door een slang en weer uitgekotst, man. Dit zijn de andere. Lekker wollenpluisje. Nou, ja, die honden zijn van je voeten, jongen. Dit is ons avondeten. Ik heb even pizza gemaakt van bloemkoolbodem. Ik ben wel benieuwd of het lekker is. Ik heb voor mezelf allemaal soorten kaas. En voor mijn vriend met paprika en ui en salami en dat soort dingen. En ik doe er straks dan nog lekker de cola overheen als die uit de oven komt. Dus dit lijkt me wel lekker. Ziet er wel lekker uit in ieder geval. Nou, ik heb echt zin in wat lekkers. Dus ik had besloten een lekkere taart te maken. Ik heb een bodempje gemaakt van biscuit met boter, laat maar zeggen. En allemaal lekkere dingetjes gehaald om erop te gaan doen. En neem me nu even uitharden in de koelkast. Nou, ik lig inmiddels in bed. Ik ben best heel erg moe, dus ik ga lekker de vlog afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.